En ik heb nog eens navraag gedaan naar dat overhemd. Maar dat was helemaal niet nodig. Ze hebben beloofd dat ze er nog eens naar zullen zoeken. Ik hoop echt dat ze het vinden. Denk er niet meer aan, Ruth. Mr. Howard is dat al lang vergeten. Oké, dan ga ik nu maar. Ik kom zondag terug. Hoe laat weet ik nog niet. We zien je wel. Veel plezier. Dag. Dag, Ruth. Dag, Ruth. Helen is door hem haar beste secretaresse kwijt. En nu zijn er moeilijkheden met de boekhouding door zijn schuld. Ja, maar Maggie, het zal voor hem ook niet gemakkelijk zijn, hè? Ten slotte is hij al enkele jaren uit de running geweest, hm? Natuurlijk is het niet gemakkelijk, maar voor Helen toch ook niet. Hij is gewoon een bedweter. Altijd geweest en hij zal dat ook altijd blijven. Je bent wel keihard, moet ik zeggen. Doet hij lastig? Nee, lastig niet, nee. Maar ik heb blijkbaar de laatste 2 jaar alles verkeerd gedaan. Door winst te maken, ja, zeker. Ja, Maggie, ik wil je niet opjagen, maar we hebben echt niet veel tijd meer. Ik ben direct klaar, darling. Alleen nog een jurk aan. Ik heb een tafel besteld bij Tiberio. Maar als jij nu liever... Nee. Tiberio is goed. Tiberio. Zal er zijn. 11 uur. 50 meter voorbij die bocht. Precies. Als alles goed gegaan is, je die auto op tijd hebt gehaald, moet je daar om 7:15 zijn. Dr. Illingworth komt naar hier tegen 7:30. Ik zal hem al zo lang mogelijk hier proberen te houden. Maar het is belangrijk dat jij belt voor hij weg is. Ja, begrijp je dat? Ja. Glenn, hoe dikwijls heb ik je al niet gezegd dat jij je over het financiële geen zorgen hoeft te maken. Een half jaar geleden heb ik al 100.000 pond overgemaakt naar Bermuda. Ja. Dat wist ik niet. Ik heb je dat toen niet gezegd. Ik had schrik dat jij zou denken dat ik je wilde dwingen. Dag, Betty. En wat krijg jij nu? Ik wou niet dat je haar sprak. Ja, dat was wel duidelijk. Maar waarom niet? En wat is dat voor onzin over die kapper? Glenn, wat scheelt er? Ik begrijp er niets van. Ik ga haar terugbellen. Nee, doe geen moeite, Alec. Nee, zo belangrijk is het niet. Nee, Maggie is naar de kapper en ze had eigenlijk al terug thuis moeten zijn en ik dacht misschien dat ze bij jullie was. Maggie, je bent niet gekwetst. Ja, je klinkt zo vreemd. Ja, wat is er juist gebeurd? Maggie, waar staat die wagen precies? Ja, dan zal ik hem daar laten ophalen. Maggie heeft een klein ongeluk gehad. En ik ben naar Melston gereden om haar te halen. Ja, dat heeft ze me verteld. Ze is met haar auto in de gracht gereden of zoiets, hè? En dat heeft ze aan jou verteld? Ja. Ze heeft me opgebeld nadat ze met Glenn gesproken had. Ze zei dat Sam de diamant een oorbel gevonden had en dat zij die zou meebrengen. En dat heeft ze aan jou verteld? Ja. Daarom ben ik ook hier. Ik heb haar gezegd dat ik die oorbel vanavond nog ging komen halen. Wat is er, Helen? Sam heeft haar niet gezien. Ze is er vanmiddag niet geweest. Hoe? Ze is er niet geweest. Je weet toch... er niks van. Glenn, je weet toch zeker dat Maggie... Je hebt toch geen fout gemaakt? Tuurlijk niet. Ja, en waar heb je haar naartoe gebracht? Dat heb ik toch al gezegd. In die vijver. Vlakbij zijn bungalow. Ja. Je weet zeker dat ze... Ja! Ik vrees dat ik zeer slecht nieuws voor u heb, sir. Uw vrouw is overleden. Dat kan toch niet? Helaas, sir. Toch is het zo. Maggie, is dat Sam? Sam? Mr. Blee. Nee, Mr. Stanby, het spijt me, maar uw zus is dood. Dat kan ik niet geloven. Dat kan ik toch niet geloven? We vonden haar handtas kort nadat u was vertrokken samen met Mr. Blee. Ongeveer een uur later... vonden we haar lijk in de vijver op de Melston Heide. En dat was om 7:30. 7:15, 8:15. Dat weet ik niet exact meer. Maar dokter Illingworth kon niet aanwezig zijn, want hij werd opgehouden in het ziekenhuis. Zo is dat, inspecteur. Ja, ik heb je gisteravond de waarheid verteld, Helen. Maggie is niet bij mij langs geweest. Ik wist zelfs niet dat zij in Melston was. Maar hoe leg je dan uit dat ze de oorbel van Sheila in haar tas hebben gevonden? Ja. Ik heb ook geen verklaring voor. Ik denk, hè,
dat Maggie hier vermoord is en ze daarna naar Marlston is gebracht. Door Glenn? Ja, door Glenn, ja. Maar dat kan niet. Ze heeft zelfs opgebeld uit Marlston. Ik was er zelf bij. Ik heb nog met haar gesproken. En trouwens, Glenn heeft daarna nog gevraagd dat ze soms niet... Wat is er, Helen?